motorfiets veel in het nieuws is gekomen de afgelopen tijd, dan is het wel deze Yamaha Nikon. Jawel, je spreekt het uit als Nikon en niet als Nikon. En van die Yamaha Nikon is nu ook een GT-variant verschenen. En die staat hier naast mij. Ja, en die gaan we eventjes uitgebreid onder de loep nemen. En die Nikon GT heeft niet meer power, maar wel fijne extra's die er nog meer een sporttouringmachine van maken. Nou, waar moet je dan onder meer aan denken? Denk aan een comfortzadel, aan handvatverwarmers, ruime zijkoffers, een hoger windscherm, een bagagedrager met passagiershandgreep en tot slot een middenbok met extra 12 volt output. Ja, en wat moet het allemaal kosten? Yamaha Nederland vraagt voor deze Nikon GT minimaal €18.699. En dat houdt in dat hij een meerprijs heeft van €1.000 ten opzichte van de normale Nikon. Nou ja, normaal, heel normaal is zo'n Yamaha Nikon of Nikon GT niet echt. Want kijk naar de constructie voor, het zogeheten Leaning Multiwheel ontwerp, dat is gewoon eenmaal heel erg bijzonder. Maar goed, laten we eerst even de achterkant en de motor bekijken. Want die zaken die kennen we al van de Yamaha Tracer 900 en de Yamaha MT-09. En dat houdt in dat ook de Nikon GT dus beschikt over een 847cc 3-pitter met 115 pk en 87,5 Nm. Zoals gezegd, die Yamaha Nikon en die Yamaha Nikon GT die zijn voorzien van die driecilinder van die MT-09 en Tracer 900. En het gaat om 115 pk en dik 87 Nm aan koppel. En dat blok is echt heel erg machtig, maar je moet hem wel helemaal uitwringen om het maximaal eruit te halen. Want pas vanaf 10.000 toeren per minuut levert hij 115 pk. Ja, en daarnaast is het geluid ook nog eens heel erg prettig. En dat komt onder meer omdat deze motorfiets is voorzien van een optioneel Akrapovic uitlaatsysteem met mooie carbon finish. Maar als je het geld ervoor over hebt, zeker doen. Want zoals altijd bij motoren is het geluid de helft van de lol. En verder hebben de Nikon en Nikon GT zaken die op een sporttourenmachine tegenwoordig heel erg vanzelfsprekend zijn. Denk aan cruise control en een quick shifter system, QCC. Nou, en dat laatste systeem, dat quick shifter system, is alleen bedoeld voor opschakelen. Dus terugschakelen is niet mogelijk. En wanneer je het beste kan opschakelen? Nou, bij 4000 toeren per minuut gebeurt dat op de meest comfortabele manier in onze optiek. Nou, een rijden op de Nikon GT, dat vraagt een wat gewenning. Maar als je eenmaal rolt, dan is het wel absoluut een feestje. Want deze motorfiets is ontzettend wendbaar en geeft ook heel erg veel vertrouwen. Maar het moet wel gezegd worden, langzame manoeuvres, die vragen om extra aandacht. Want vergeet niet dat deze motorfiets een kleine 270 kilogram weegt. Ja, en dat merk je ook bij iets simpels als de Nikon GT in de garage duwen. Maar in het algemeen hè, is die Yamaha Nikon GT toch wel een echte leuke motorfiets. Hij geeft ook echt dat motorfietsgevoel. Hij is ook in geen enkel opzicht vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Piaggio MP3. Want haal je deze motorfiets van zijn standaard, boem, valt hij ook om. Het is dus echt een motorfiets en zo moet je hem ook zien. Maar ondanks dat mooie stukje techniek moet je deze fiets vooral zelf ervaren. Ervan proeven om te begrijpen dat dit concept heel erg leuk is. Nou, wil je nou meer weten over deze Yamaha Nikon GT? Lees dan gewoon de complete rijtest op motorrij.nl.